deze Jonas uit het vliegtuig Jonassen. Hey, waarom gaan we dat doen? Omdat het leuk is. Wat leuk is? Heb je al eens eerder gedaan? Nee, ik heb wel binnen gedaan. Oh, binnen, kijk. Dus dan, dan hoef jij niks te doen in principe als het goed is. Ik doe mijn ogen dicht, ik doe een tukkie. We hebben afgesproken, als de chute open moet, moet hij naar achter slaan. Hé, hey, dus dan ga jij alles doen, hoor ik. Nee? Nee? Nog niet. Oh. Op het moment dat we eruit sla ik hem wel gelijk. Nee, doe dat maar niet. Heb je er een beetje zin in? Ja. Kijk, doe het. Hey, dan schiet je erover. Ja, shoot. Kijk, welkom terug. Dank je. Hoe was dat? Heb jij ook gezien hoe de Jonas kan skydiven? Ja, godsamme. Hey, goed gedaan man. Hey, vertel eens aan Morris wat je dacht toen je in dat deurtje moest gaan zitten. Ik dacht... Oh shit. Ik keek naar beneden en ik dacht... Oh,
Oh! Ja, dat is wel hoog. Ja, redelijk hoog, ja. Lachen, man. En wat vond je het tofste? Denk wel eruit. Ja? Ja. Een beetje. Ik doe ook het met de parachute stuur ze ook wel leuk. Hey, heb je mogen sturen? Ja. Kijk, deelde je dat aan, Tom? Met hem? Hij deed die vrije val zo goed. Ik dacht, nou, dan kan hij vast sturen. Kijk. Goed gedaan, man. Hey, ga je dat nog een keer doen? Hoop ik, als het mag van mijn ouders. Ik hoop het ook. Hij wil het nog een keer doen. Zeker, lekker, mag man. Tuurlijk mag dat. Je moet het nu vragen, nu is je pap heel blij. Staat op beeld, hè? Hoe vond jij het? Ja, kicken. Echt kicken. Ja, onwijs kicken. Kijk. Ja, je kunt je er enigszins voor voorbereiden, maar niet echt. Toch ook niet. Ja, hè? Toch niet. Hey, kicken, feliciteer met jullie eerste sprong. Dankjewel. Goed, man. Hey, Morris. Bedankt.